We hebben het op dit kanaal al vaker over inflatie gehad, maar we zien het nu ook steeds vaker, bijna dagelijks zelfs het woord voorbij komen in het nieuws. En de grote vraag is dan, is deze inflatie tijdelijk of zal deze inflatie, deze prijsstijgingen, zijn deze van langere duur, zijn die blijvend? Dat is de vraag die ik ook in deze video wil gaan beantwoorden. Laten we dus snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Op dit kanaal kijken we naar geld en geld verdienen. En het liefst op een passieve manier. Maar het is ook zeker belangrijk om te kijken waar je geld naartoe gaat, waar je het aan uitgeeft. En zeker zelfs als je vermogen ook minder waard wordt zonder dat je iets uitgeeft. En dan spreken we natuurlijk over de inflatie. En even kort kijken wat inflatie ook alweer is. Wikipedia beschrijft het als volgt: inflatie is een stijging van het algemene prijspel in een economie. De inflatie wordt doorgaans berekend als de prijsstijging van een mandje van gangbare consumptieartikelen over de periode van een jaar, uitgedrukt in een percentage. En iets verderop lezen we, inflatie of prijsinflatie wordt veroorzaakt door de relatieve toename van de hoeveelheid geld ten opzichte van de aanwezige economische productie. En normaal is de inflatie dus zo'n 1,5 tot 2 procent per jaar, maar we zien dit jaar dat we percentages zien van misschien wel het dubbele. 3%, 3,5%, 4%, wat dus eigenlijk betekent dat van 100 euro boodschappen wat je vorig jaar kon doen dat diezelfde 100 euro in principe nu nog maar 96 of 97 euro waard is, omdat je dus eigenlijk van hetzelfde bedrag minder kunt kopen. En dit wordt dus grotendeels veroorzaakt door het bijdrukken van geld. Dat gebeurt nu op grote schaal, niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Juist vanwege de coronacrisis, dat dat eigenlijk best wel impact had op de economie, dat we veel geld nodig hadden om deze crisis te overleven. Dus er wordt eigenlijk veel geld, in ieder geval digitaal, laten we het zo noemen, bijgeprint. En dat merken we eigenlijk vooral dus in onze wekelijkse Vandaar dat er vaak ook wordt gekeken naar een mandje van producten, er wordt gekeken naar wat iemand zeg maar koopt in de supermarkt. Maar die uitgaven zijn natuurlijk maar een klein gedeelte van jouw uitgaven en het zijn juist nu ook de andere uitgaven die we hebben die juist nu in het nieuws besproken worden. En ik denk dat het meest actuele en ja, het meest genoemde voorbeeld nu de energieprijzen zijn op dit moment en dan voornamelijk gas. We zagen dat de Europese gasprijs bijvoorbeeld vorige week een nieuw record bereikte. De prijs steeg met maar liefst 60% in twee dagen tijd. Kijken we naar een grafiek van de NOS. Dan zien we dat aan het begin van het jaar eigenlijk juist historisch lage gasprijs was van minder dan 20 euro. En dat die in september dus al op was gelopen naar 100 euro. En deze maand, oktober, hebben we dus inmiddels al de 160 euro aangetikt. En de vraag is dan, ja, wie merkt dit? Nou, vooral degene dus die veel gas of stroom afnemen. Uh, stroomprijzen natuurlijk ook, omdat vaak stroom. Via energiecentrales die op gas draaien eigenlijk wordt opgewekt. Dus vandaar dat ook een gasprijs impact heeft op de stroomprijs. Maar het zijn dus vooral grootverbruikers. En denk dan bijvoorbeeld aan grote bedrijven zoals Aldel, een uh, aluminiumfabriek. Die zeggen nu zelf ook van, we hebben 4500 euro zijn we kwijt aan elektriciteitskosten om een ton aluminium te maken. Terwijl de verkoopprijs 2500 euro per ton is. Dus die zeggen ook van, ja, we moeten gewoon eigenlijk al stoppen met de productie. Mensen naar huis sturen, want het is economisch niet meer, niet meer haalbaar wat we nu doen. Maar je kunt ook denken aan tuinders die groenten en fruit kweken die natuurlijk veel lampen hebben. Veel verwarming nodig hebben om die kassen ja, licht en warm te houden. Maar niet alleen de bedrijven gaan dit natuurlijk merken, ook wij als consument gaan dit merken. Natuurlijk aan de ene kant vanwege thuis, omdat we ook meer gaan betalen voor onze energieprijzen. Uh, gas wordt duurder, elektra wordt duurder. Als je geluk hebt, heb je het vastgezet tegen een laag tarief voor een lange termijn. Bij heel veel mensen is dat niet het geval. Dus wij zullen binnenkort en misschien nu al wel zelfs merken dat de tarieven van dit soort dingen verhoogd zijn. Maar zelfs al zou het vaststaan, dan nog gaan we dit merken, omdat juist de bedrijven die we eerder spraken. Diegenen die wel doorgaan, die zullen deze kosten doorbreken in de producten die ze maken. Dat betekent dat we in de supermarkt meer gaan betalen voor onze boodschappen. Als we naar een groenteboer gaan, zijn het groente en fruit duurder. Bij een bakker is het brood duurder geworden. En sommigen zullen hierdoor harder getroffen worden dan anderen. Want het is eigenlijk moeilijk om er iets tegen te doen. Behalve dat je je inkomen kunt laten toenemen. Nou, dit is natuurlijk... Dus de mensen die um, ja, geen werk hebben, die worden daardoor harder getroffen. Denk niet alleen aan werklozen, maar ook zeker aan gepensioneerden. Zij hebben wel te maken met hogere uitgaves, maar het inkomen, daar hebben zij geen, ja, geen invloed op. Degene die daar wel invloed op hebben, dat zijn de werknemers. Zij als je, zeker nu in deze situatie, heel veel bedrijven, bijna alle bedrijven... zijn eigenlijk op zoek naar personeel, vinden het moeilijk om goed personeel te vinden. Dus je bent best wel in een goede positie als werknemer zijn. Je kunt goed onderhandelen, je kunt misschien meer salaris vragen, meer... Ja, betere voorwaarden stellen. Dus je zou op die manier kunnen zorgen dat in principe je inkomen toeneemt. Zodat je dus juist ook tegen deze inflatie iets kunt doen. En er is nog iets wat je kunt doen om te zorgen dat je koopkrachters niet of zo min mogelijk op achteruit gaat. En dat is beleggen. Natuurlijk is het geen garantie van welk rendement je kunt maken. Maar kijken we naar het verleden, dan is een gemiddelde van 7 of 8 procent per jaar. Dat is een realistisch lange termijn gemiddelde. En wil je nou ook beginnen met beleggen, kijk dan eens naar de Giro. Dat is de broker die ik zelf ook gebruik voor de aankoop van mijn aandelen. Een link om gratis een account te openen vind je onder de video. En op die manier help je ook het kanaal waardoor ik deze video's kan blijven maken. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. En dan komen we aan bij de grote vraag van inflatie. Is dat nu tijdelijk of is dat niet tijdelijk? Voor lange termijn blijft het ook zo. Overheden. Centrale banken die zullen vooral zeggen dat dit tijdelijk is. Dat doen ze dan eerst natuurlijk ook om het volk eigenlijk gerust te stellen. Maar zeker ook het financieel uh, systeem eigenlijk rust te geven. Want als ze namelijk wel zouden spreken over dat dit lange termijn is, dat het blijvend is, dan zullen zij ook de rentes moeten aanpassen om dit, eigenlijk, dit verschil uh, minder te worden, minder te laten worden. En dat heeft natuurlijk impact op bedrijven, aandelen en obligaties. In het begin waren hier analisten van veel banken en zo, die waren het daarmee eens. Die dachten ook, dit zal van tijdelijke aard zijn. Maar wat je nu vaker ziet, is dat analisten in ieder geval al beginnen te twijfelen. En nog niet precies weten of het misschien van lange termijn is. Maar ook zeker niet meer zeker zijn dat het van korte termijn is. En of die inflatie dan uiteindelijk van korte of van lange termijn zal zijn, dat is van veel zaken afhankelijk. Dat is een beetje afhankelijk van welk onderdeel of welk product of welke grondstof je praat. Want ook daar zitten grote verschillen. Kijken bijvoorbeeld naar de energie. Uh, Dan zul je zien dat energie is echt een wereldmarkt is. Gas, olie, uh, elektra, dat gaat wereldwijd. Dus uh, het is vooral vraag en aanbod. Nou, op dit moment is de vraag heel hoog. Het aanbod is heel erg laag. Dus dat verklaart eigenlijk de grote prijsstijgingen die we nu zien, zeker bij de gasten op dit moment, maar denk ook aan een andere vorm van energie. Dan hebben we het over diesel of benzine. Daar zien we nu ook dat ja, de benzineprijs al boven de 2 euro zit, ook weer een record. Dit komt natuurlijk ook omdat landen die olie produceren, die maken prijsafspraken. Waarom mogen zij dat wel? Nou, daar gaan we het niet over hebben, maar doordat zij prijsafspraken maken, kunnen ze er eigenlijk voor zorgen dat het aanbod wat ze oppompen net iets minder is dan de vraag, waardoor eigenlijk de prijs kunstmatig hoog Hoog wordt gehouden. Zolang alle landen dat doen, zal de prijs ook blijven. Dus het enige wat er kan gebeuren... is dat misschien over een tijdje uh, de vraag wat minder wordt... of het aanbod wat groter wordt. En dan zullen prijzen weer gaan afnemen... wat betreft de, in dit geval de olieprijzen. Kijken we naar boodschappen of voedsel dat je koopt. Uh, producten die je koopt in een supermarkt... die zullen denk ik op lange termijn eventueel wel een prijs gaan dalen. Omdat daar natuurlijk vooral tussen supermarkten... veel meer concurrentie is. Maar ga je kijken naar de groenteboer waar we het net over hadden... De bakker of een cafetaria, dan is het maar de vraag of prijsverhogingen die zij nu hebben doorgevoerd, of die nog uiteindelijk ook weer zullen verlaagd worden. Uh, zullen producten goedkoper worden? Ik denk zeker bij dit type bedrijven dat dat niet het geval is. We hebben we het ook bijvoorbeeld nog over abonnementen, dat zagen we ook deze week. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, die gaat de prijzen verhogen. Op zich trouwens niet heel gek, dat hebben ze al lange tijd niet gedaan. Maar dit is wel dus een blijvende prijsverhoging. Het is eigenlijk juist raar dat ze dit niet ieder jaar verhogen. Maar denk ook aan ING. Daar zagen we dat abonnementen worden verhoogd tot wel 20% meer. Duurder zal het gaan worden. Het zijn kleine bedragen. Het gaat over euro's in de maand. Maar alle kleine beetjes tellen mee. En het zal dus zo zijn dat veel dingen van tijdelijke aard zijn, veel inflatieproducten of diensten zullen van tijdelijke aard zijn, dat ze nu duurder zijn. Denk dus aan boodschappen of aan de energie waar we het over hadden. Maar dat wil niet zeggen dat dan alles op de lange termijn ook weer goedkoper gaat worden of niet per se duurder gaat worden. Want juist waar ik het eerder over had, dat die werknemers nu in zo'n positie zijn om eigenlijk meer voorwaarden te eisen, in een hele goede onderhandelingspositie zitten, zul je zien dat zij nu ook meer... Gaan vragen, meer inkomen, meer salaris gaan vragen. En dan hebben we dus iets wat wel tijdelijk gaat worden, of wat niet langer tijdelijk gaat worden, maar juist definitief gaat worden. Want wanneer eenmaal een salaris is vastgesteld, iemand blijft daar werken, dan heeft het bedrijf dus te maken met hogere kosten. Die kosten gaan ze zeker doorberekenen in het eindproduct. En zal iedereen dus uiteindelijk meer gaan betalen voor dezelfde producten. Juist omdat we zelf meer inkomen gaan zijn gaan vragen in principe, en ook gaan krijgen in dit geval. Maar dit is dan hoe ik er op dit moment tegenaan kijk. Hoe ik nu de situatie een beetje inschat. Ik ben ook vooral benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. En zijn er eventueel dingen die jij doet om je koopkracht te behouden of misschien zelfs wel te verbeteren. Laat dat ook vooral weten via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee weer aan het einde gekomen van deze video? Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Dat je in ieder geval misschien nog een keer over na gaat denken. Ook zeker niet verkeerd. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.